Mooie dunne korst. Mooie, gewoon lichtgele kaas. Komijnsmaak is fantastisch. Ik denk dat dit, we hebben hier een winnaar. De beste kaasmakers uit de regio namen het donderdag in Zoeterwoude tegen elkaar op tijdens de kaaskeuring rondom Leiden. We beginnen altijd met de buitenkant. Ziet hij er goed uit? Heeft hij de goede vorm? Daarna nemen we een boormonster. Die boor, daar knijpen we vaak in. Dan beoordelen we hoe we hem vinden, voelen, wat de consistentie is. En daarna dan gaan we die boor ook proeven. En dan kijken we hoe die smaakt en ook hoe die ruikt. Daarna snijden we hem door en bekijken we ook nog hoe het uiterlijk van de kaas eruit ziet. Hoeveel verschillende kazen proef je eigenlijk op zo'n dag? Nou, dat verschilt een beetje. Dit keer is het een kleine 20. Soms is het 25. Dus heel veel meer moet ook niet. Want dan op een gegeven moment bij niet kun je uiteindelijk niet meer kritisch genoeg beoordelen. Dus, Een aantal deelnemende boeren assisteerden de keurmeesters. Frank Kaptein tilde kazen, terwijl collega Sjaak van Veen verantwoordelijk was voor de puntentelling. Nou, de keurmeesters die weten niet van wie de kaas is die ze keuren, dus anoniem. Maar als je dan hier zit te schrijven en je ziet je kaas voorbij komen, ja, dan ga je natuurlijk even trillen. Ja. Maar dan kom je niet in de verleiding om een hoger cijfer op te schrijven? Nee, je bent onafhankelijk ben je schrijver, dus je mag vaak wel meeproeven. En dat is best wel interessant, omdat je zelf kaas maakt. Wil je er ook weer wat van leren? Dat kaaskeuren, dat is echt iets voor mensen met een hele scherpe tong. En ik hoef alleen maar te dragen, joh. Ik ben alleen maar de sjouwer. En af en toe krijg ik een stukje kaas. 'S Avonds vond de prijsuitreiking plaats. De kazen werden beoordeeld in 8 categorieën. De winnaars ontvingen een beker uit handen van maître fromager René Koelman. Wisseltrofee Het Leidse Kaasmeisje was dit jaar voor de familie Kwakernaak uit Oud-Ade. Zij maakte volgens de jury de beste jonge boerenleidse en belegen boerenleidse kaas. Het kaasmeisje komt weer thuis, hè? Dat klopt, ja. Hij staat ook in het dorp Oud-Ade. En nu heb ik hem hier in een kleinere versie in mijn handen. En die mag ik een jaar houden. Net als bij de vorige keuring ging de familie van der Plas uit Sassenheim er met meerdere prijzen vandoor. Met hoeveel kaas hebben jullie meegedaan? Met 5 kaas hebben we meegedaan. En 3 prijzen? Ja. Dat is niet verkeerd. Nee, prachtig toch? Ja. Welke heb je in je handen? Welke kaas? Dit is de belegen kaas. Dat is eigenlijk de grootste categorie, eigenlijk voor mij de mooiste prijs. Ja. Jullie komen uit Sassenheim, hè? Uit Sassenheim, ja. En waar verkopen jullie de kaas? Zelf of ook in de winkels? Ja, we hebben op de boerderij een eigen winkeltje en daar verkopen we bijna alle kaas die we hebben. Dan blijft er weinig over voor de andere verkopers. Ja. Ja? Ja. Deze 3 prijzen, die mag je houden. Vorig jaar had je er eentje, die moest je teruggeven. Die ben je nou wel kwijt, hè? Die ben ik nou kwijt. En volgend jaar dan strijden we er weer om hem weer thuis te halen.